Hallo bij Glavian en welkom bij Scribblenauts Unmasked, een DC Comics Adventure. Wat inhoudt dat het dezelfde oude Scribblenauts formule is, maar deze keer gefocust is op superheroes en supervillains. Waaronder dus Batman, de Joker, Bane, Killer Croc, Flash, Superman, etc. Voor de mensen die niet bekend zijn met Scribblenauts, dat was Scribblenauts Unlimited. Dat was het eerste deel eigenlijk in de Scribblenauts C. Die heb ik ook helemaal gespeeld. Volgens mij ook alles op 3 sterren. Dat gaan we nu ook doen. Of in ieder geval alle sterren gehaald. Alle Starrights beter gezegd. Dat gaan we nu dus ook doen. Het is een hele vette game waar je van alle dingen kunt spawnen door te typen. Bijvoorbeeld dinosaurus. Een unicorn. Een panda. En in dit geval dus ook meer gefocust op superheroes. Moet je daar dingen mee doen. Of het thema is meer rond superheroes. Dus dat is wel heel vet. We gaan gewoon even starten. Er zit hier nog wel muziek in, maar voor de rest is de muziek uit door de game heen. Is it power? Is it power? Superman. Is it speed? Speed, Flash. Is it facing your fear? Green Lantern. Our heroes dacht ik. Seaman, wanneer wordt die duurlijk weer? What, Aquaman. Dat weet ik dus niet wat dat is. En dat is I'm Batman. Dat is Batman. Die kennen we wel. En dat zijn de supervillains, Harley Quinn, Catwoman, Bane, Scarecrow, weet ik niet, Cheetah, de Joker en een Chinees. Genghis Khan achtergeduwd vooraan. En voor de rest, ik ken echt vrij weinig van DC om eerlijk te zijn. Oké, ik kan ze wel benoemen, maar ik heb me nooit met stripboeken bezig gehouden, qua dat ook. En met superheroes en dergelijke. Batman films ook wel gezien, Superman film nooit om eerlijk te zijn. Daredevil wel. Spider-Man ook niet echt. Spider-Man games ook wel weer gespeeld. Batman games ook wel. Maar. En Deadpool recent gewoon voor de rest. Zegt hem ook vrij weinig eigenlijk superheroes. Het heeft mij nooit echt geboeid. Maar ik kan wel begrijpen dat iemand dat leuk vindt. Dat wel, ja. Maar dit zijn Maxwell en zijn zusje Lily. En ze maken ruzie over wie de beste hero is. Want de een denkt Batman bijvoorbeeld en de ander Maxwell denkt Superman. Could create any object by writing it in his notebook. And Lily had a globe that let her travel anywhere she wanted. Gotham City. En daar gaan ze dus ook heen. Naar Gotham City. I'm Batman. That brought them here. Aha. To my world. To My World. Is dit Alfred die spreekt? Het klinkt een beetje To My World. Het is net als Alfred, de butler van Bruce Wayne en Batman, zeg maar, praat. Weet niet, ik vind er een stem voor Alfred. Alfred Pennyworth, is het. Ik zou zijn hier kijken, Batman. Batman is. En daar branden wij los. Het is een hele leuke game, denk ik. Je kunt heel veel creativiteit erin kwijt. Dat is altijd vet. Gotham City, a city under siege. Hey, Batman. And that's your. This contract better pay out. Hey Maxwell. Going stealth. That shot is wel badass op zich ook. Oh, Maxwell. En ow, daar is Lily. Die is niet helemaal. Lily? Lily? I'm over here. My leg really hurts. Zo ik echt zo mooi omgedraaid, hè? Hold on, Lily. I'm coming. Maxwell heeft een kutstem en dingen. Lily heeft een zware stem. Met muis, maar je kunt ook gewoon met WASD doen, voor de duidelijkheid. En slaan, dat doen we volgens mij wel met de rechtermuisknop. En dan ging je ratten weg, die loopt daar nog in beeld. Use your notebook, I need a doctor. I need a doctor. Oké, okay. Type a word and touch the blue button to see similar objects. Dus als ik nou doctor typ en naar blue button ga. Ah, oké. Okay. Nurse, nutritionist, patient. Dat is wel chill, dat miste Scribblenauts Unlimited wel. Dat je een makkelijke lijst had met hoe en wat, dus we zijn een dokter nodig. Fix Lily, yay! Drag your creation to the trash icon to remove it. Doei dokter! Simpel zat. Are you okay now? Yes, thanks Maxwell. Did you see all the Starrights fly away? I did, we're going to need to! You! Batman, zijn gelijk blij ook. You think you can run around causing chaos? Not in my city. Ik moet niet al zoveel stemmetjes doen, maar dan ga ik dood.
Mijn stem is nog steeds niet helemaal optimaal. We're good guys, just like you. Someone matching his... Ah, ik ga even doorlezen. Oh, we gingen eentje te ver. Matching his description, Maxwell's, has been seen assisting the Joker. Uh-oh. Someone who can make anything appear out of thin air. Dat kan Maxwell inderdaad wel. Maar ik denk dat het net zo in, net zoals in de vorige Scribblenauts game is. Dat het zijn evil twin brother is. Die lijkt er verdomd veel op namelijk. I don't take chances. I'm Batman. Tuurlijk moest die zin erin zitten ook, hè. I'm Batman. Target acquired. Uh-oh. That shot. Beat it, kids. I'm here to fulfill my contract. En ja, alles klinkt hetzelfde. Batman en dingen. Maxwell, quick. That shot is one of the most... No shit. Use a notebook to modify Batman. Pick something that will give him the upper hand. Okay. Add adjective. We moeten echt een adjective doen. Rainbow fart. Ah, rainbow. God damn it. Ik wil fart. Rainbow flaming. Kan dat? Oh ja. We hebben wel iets bedacht, maar dat was niet genoeg. Oh, nee. Nee, niet dit shot. Add adjective. Super. Of humongous. Voor mij is humongous het grootste wat we konden bedenken altijd. Yep. Humongous. Batman is groot. Throwing flashbang. Oh, en Batman is ook klein. Got away for now. Listen, how do I know you're not involved in all this chaos? Dat is een goede vraag. I only use my magic book for good. I learned that lesson a long time ago. Inderdaad, want Scribblenauts Unlimited was het zo dat Lily versteend was. En ze moesten van alles doen. Het was puur om een lesje te leren door hun vader. Omdat ze allerlei evil dingen deden met de powers die ze hadden. En dat is dus niet goed. Maar hij is Maxwell en dit is mijn twin sister Lily. En dat is onze globe. Dus blijf er met je fikken vanaf, Batmanners. Dat zeg ik. It's my globe. It lets us travel wherever we want to. But it's broken now. Inderdaad. My dad is totally going to turn me into stone again. Oh no. Nothing. Star Rides, when we fell, they all flew out. Dus alle Star Rides zijn weggevlogen. En als het in de verkeerde handen komt, dan zijn we screwed. En we gaan de globe meenemen naar de Batcave. En daar gaan we het repairen, volgens Batmanners. Maar Gotham is nog steeds in gevaar. En Maxwell gaat Gotham redden. En de Priority 1. Dus de Star Rides, dat is het doel nu. En Lily die wil gewoon met Batman mee, volgens mij. Fine. Omdat het moet. Volgens mij, Maxwell, take this bat communicator. Oh, vet. Yay, we hebben een bat communicator gekregen. Awesome. Maxwell, please be careful. Of course, Lily. En dat was zijn stem. So, can I have your autograph? No. I'm Batman. Geweldig. Alright, Commissioner Gordon, I wonder if he needs anything. En het doel van de game is, we kunnen uitzoomen ook nog. Op de duur heb je een map, maar ik weet niet meer hoe je die bekijkt. Maar dan kun je alles zien waar je sterk kunt halen en dergelijke en de rest. Oké, okay, Commissioner James Gordon. Oh, we kunnen zelfs in de Batcomputer kijken. Welcome to the Batcomputer. Search for your favorite characters, read bios, unlock costume van Maxwell. Ah, ik kan zeggen dat dat een favorite is, bijvoorbeeld. Create. Oh, Comet? What the fuck? Cocoon gun. Commander Steel. Damn, er zitten 205. Oh my fucking god. Congorilla. Copperhead. Copperhead was volgens mij de Justin Bieber van Batman Arkham Origins. Cosmic Rod. Damn. Zoveel lui. You serious? Damn. Dat is echt ziek. Zoveel lui die je kunt spawnen. 205 mannen, dat is de Joker denk ik. Dark Knight Returns Joker. Dat is Dark Knight Returns Batmanners. Zoveel lui. God damn it, dat is veel. Oké, Deadshot disabled my vehicle. Oh, dat is niet zo mooi. I saw what you did for Batman. Your powers are incredible. Do you think you can fix my police car?
Click the object above Gordon's head to show hide information. Ah, zo, oh, op die manier. Dan spawnen wij een mechanic. Fix zijn auto. Yay! Thanks, kid. Nu is het allemaal nog makkelijk, maar op een gegeven moment gaan we onzin verzinnen. En dan wordt het leuk. Maxwell, can you hear me? Yeah, I'm calling in from a Batman. What cool is that? Listen, Batman wanted me to tell you that every superhero has a good reputation. That means me... The more good deeds you do, like helping fix them, the more reputation points you will get, okay? However, there are specific words which, if used to help others or to fight crime, will result in you gaining less reputation for the situation. Also, reusing a word in the same area will result in only getting half the rep normally received, okay? So keep on the lookout for an anti-rep icon that will display the indicator. No one respects a hero or takes the easy way out. Before I go, I could use some of your powers to help transport a criminal. There's a door to your left that will take you to the second floor of the GCPD. I'll radio ahead from... Okay. Adios. Ah, I moet het naar boven. Click here to... Ja, dat weet ik nog allemaal. So, Quincy said... oh, is that... That is... damn! Wait, you do it nog weer. Zaz is it. Interesting you to turn... Ja. Yeah. God damn it. Ik helemaal moeilijk doen, hè. Het staat hieronder. Dat zie ik nu pas. Ik was aan het nadenken. Ik was de tekst nog niet aan het lezen. Zaz was het. Really? Ja. Yeah. Go for it. Bring Zaz up to the roof through the door on the right. An officer is waiting to take him to the Arkham Asylum. To deliver Zaz, you can try adding ejections like portable, tiny or rideable to him. Or you could try pulling him using a rope. There are many different ways to handle the situation. Just try using your imagination. Dat is het leuke aan de game. Je kunt echt van alles verzinnen. Echt van alles. Wat we eerst gaan spawnen is een unicorn. Awesome. En dan gaan wij op de unicorn zitten. Right. Haha. Unicorn. And cage on wheels. Please laat dat werken. On wheel. Wheeled cage, kan dat misschien? Wheeled cage. Container. Ah. Damn it. Alright, rope. Dan maar. Rope. Ah ja, en het kutte van rope is, je moet dus hier ergens aan klikken. We doen dat aan de kont van de unicorn. En de andere hier aan. Attach. Als we dit doen... Wacht, dan maak ik hem gelijk even kijken hoor. Add ejective. Flying. Supersonic. Dat is wel goed nog. Oké, nu zijn we snel en kunnen we vliegen. En kunnen we 6 meenemen. Dammit, onze rope is weer vernacheld. Dat is kut. Ah. Dat is verneukt. Oké, chain. Dat maakt het makkelijk. Mohahaha, tool. Ik ben zo slim, hè. En zo slim. Ook als een voorhoofd, hè. Wee. Ah, hij is er. Quick, use your weapon to attack Zaz. Anything you attack with has a durability. Each time you successfully attack your item will suffer some... Durability is represented in color from green to yellow to red. Once red, it will break and you need to create a new object. Now create a weapon. Okay, ray gun. Ah ja, wat inderdaad nu gelig ons wapen. Zes is dood. Frequent flyer miles. Yay, good work Maxwell. Dankjewel Batman. I'm coming in a suspicious clown car, so you need a monarch theory. If you're serious about... theater bedoel ik. Theory? What the fuck? You can either start cleaning up the streets right now and help everyone around you, or focus on finding that clown car. I'll leave it up to you. Oké, we gaan sowieso eerst
rondkloot omdat het kan. You're now on your own. Explore Gotham and help those in need. Each time you return, new situations will arise. Okay, story missions are represented by blue star ride icons. Vet, vet, vet. Als het goed is, was er ook een manier. Ik weet niet meer hoe. Hoe de fuck deed je een map? Change avatar, dat kan ook. No, dat willen we niet hoor. Options, controls. Even kijken. Is dat, jawel, dan moet een map key zijn ergens. Dacht ik, open world map. Blijkbaar niet meer. Alhoewel, misschien wel gewoon M hier. Nee. Alright, dat is wel een beetje jammer. Eerder kun je gewoon, gewoon op een map kijken waar wat was, zeg maar, te doen. Oh, fucked up. Ruben Dennis, he needs a tool to make the game. Oké, een computer. Alsjeblieft. Scribble notes. Yes, yes, excellent. Yay. Jump. Au, au, au. Hey, niet gaan vechten met Nerf guns, jullie bitches. Allee, gaan we naar beneden. We moeten ook die dude redden trouwens. Wat de fuck is hier aan de hand? Help me not be seen. Oké, dan maken we hem invisibility. Wacht, we maken gewoon. Oké, wacht. Invisibility. Wat een kut woord. Cloak. Ah, oh, invisibility cloak is alleen voor ons inderdaad. Ha, we zijn invisible. Hoe kun jij mij zien, vriend? Nee, dan maken we, dan doen we het gewoon. Soms doe ik ook altijd wat te moeilijk hoor. Maar. Invisible. Klaar. Dat was super simpel natuurlijk. Ik moet er zelf ook langs. Wat moet die jongen hebben? Ik kan het niet zien, ga weg. Ga weg, infiltration. Move. Vuile bitches. Wacht, 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 wacht. Flying panda. Dat is niet de snelste panda ooit trouwens. Tag, val aan panda. Allee, een beter... Holy crap, wat is dat dan? MG. Kunnen we een MG? Nee, kut. LMG dan. Kunnen we een LMG spawnen? Goddammit, waarom kunnen we geen fucking LMG spawnen? RPG, please. RPGM? Ah. Prima. Auw. Waar is mijn rocket launch gebleven? Oh, damn. Waarom heeft die dude Mountain Woman? Fuck invisible. Au, au, au. Wat is zijn probleem? Firefly. Is dat Firefly? Damn. Medkit. Please. Waarom zullen we haar healen? Batarangs. Neem aan dat je er met nee. Batarangs geeft met 1T. Oké. Okay. Amazing, you spawned a DC object. Een batarang. Throw. Hier, vangen. Dat is niet genoeg. Damn, waar knalde ik tegenop dan? Armed. T-Rex. Nice. Kill. Ik zie niks door die kuttekst. Ga weg.
Oh, we hebben meat. Even kijken, dan doen we het maar op een andere manier. Dragon. Staff. Mooi. Supersonic, super strong. Dank u. En zo doen wij dat. Old school. My earring was stolen. Nou, dan maak ik hem een earring. Hij wil natuurlijk zijn eigen fucking earring hebben, dat is het probleem. Use my tornado to take down Psymon. Wie de fuck is Psymon? Dit is Psymon. Alsjeblieft. Waar de fuck is Psymon eigenlijk? Die moet ergens zijn, want ik heb die dude gespawnd, maar er moet ook ergens een Psymon dus zijn. En hij vraagt of ik zijn tornado wil gebruiken. Ik wil de jab, ik wil die joker card niet doen nog. Ik wil eerst iets anders doen met onze mooie draak. Waar de fuck is die Psymon dan? Hier is Psymon. No, not a tornado! Wat is jouw probleem? Hi, is dat Alfred? Dat is Alfred volgens mij. Auw. Waarom gaat onze draak dood? Auw, that hurt, you bitch. I'm running low, shock me. Auw, oké, we zijn dood. Continue. Oh, dan kunnen we punten inleveren. Ja, spent reputation. Dat is wat chill op zich. Als je maar aan het oké. Dat is niet slecht op zich. Dat is wel chill, dat we tenminste dat gewoon kunnen gebruiken om, verder te gaan. Anders moet je alles opnieuw doen. Die earring is mine. God damn it. Oké. Een dragoon. Kill. Kill die superhero. Give that back. Niks. Hij moet even die dingen ophalen. Lopen. Pick up. Run. Kom omhoog. We hebben de earring. Dan moeten we alleen nog daar naar boven. Bij die deur. Wanneer gaat het lukken? We gaan even een helikopter spawnen. Yay! Goed ben ik bezig, hè? Theft in progress. Dit is wel chill, zo. Je kunt het echt zo leuk en gek maken als je zelf wil. En dat vind ik wel chill. My eye for space is stuck in the Lazarus pit. Alsjeblieft. Dat was easy. We kijken hoeveel punten we ook hebben, joh. Wat is hier het probleem? Die is gewoon aan het slapen. En die is ook niet wat aan het doen. Oké, okay, wat moet Alfred? The trees are fighting back. Oké, okay, dan geven we... Oh. Dan geven we hem een bel. Alsjeblieft. Kun je nou vechten tegen de tree? Nee. Frozen? Kijk. Dat kan ook. Tiny had ook gekund. En... Oh ja, hij moest geschokt worden, hè. Shocking. Helpt dat? Nee. Shock me. Even met de heli naar beneden hoor. Ah, nou niet meer. Baton. Weapon. Een baton. Heeft hij automatisch een stroomdinges? Nee. Electricity. Helemaal fout geschreven. Oh nee. Rod. Electric rod.
Dat moeten we hebben. Kun je hem niet aanvallen? What the fuck? Hij is dood. Oké. Okay. Ook goed. Don't care anymore. Maar voor mij hebben we hier alles een beetje gehad. Dus moeten we de Joker's car aanklikken. Of in ieder geval de clown car. Gaan we allemaal doen in de volgende part. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden en er zin in hebben. Het is nog niet echt zo'n hele goede start natuurlijk. Omdat het een beetje tutorial is en bla bla bla. Maar we gaan zeker nog wel leuke dingen doen. Als je nog leuke suggesties hebt om te spawnen. En wat ik moet proberen, zeg maar, Flying Taco, dat bijvoorbeeld. Dat is iets, je kunt het zo gek niet bedenken, of het zal waarschijnlijk wel in de game zitten, met een beetje geluk. Zet iets leuks in de comments, en dan ga ik dat over een paar parts, want dat zal even duren, want ik neem alweer een forum op. Maar dan komt er vanzelf wel een keer langs in de part. Zo heb ik de Scribblenauts Unlimited ook gedaan, en zo heb ik de Scribblenauts Unmasked ook doen. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Laat het weten in de comments natuurlijk. En zet hem in favorieten. Deel hem met je vrienden en geef hem een dikke thumbs up als je hem ook leuk vond. En zie ik je in de volgende video. Laters.